Goedemorgen, welkom bij deze vlog. Ik ga proberen gewoon lekker even een paar dagjes achter elkaar te vloggen. Het is vandaag woensdag 1 mei. Nou, top. En vandaag heb ik niet een hele spannende planning. Ik ga me nu gewoon rustig klaarmaken. Ik ga zo even lekker douchen. En verder ga ik vanmiddag naar Almere toe, naar Dylan. Maar dat is echt pas rond 3 uur dat ik hier thuis weg moet. Dus dat duurt nog even. Maar ik dacht, ik vind het gewoon leuk om jullie even een tijdje mee te nemen. In ieder geval lekker even in het vloggen komen, weet je wel. Gewoon even, yes. Ik ben gisteren ook naar de kapper geweest. Al eindelijk heb ik er gewoon lekkere volle punten. Het was echt nodig om mijn pony shirt een beetje bijgeknipt. Dus ik ben helemaal totally happy. Ik ga nu even lekker douchen. Ik ga even kijken wat ik aan ga doen. En ik wil heel misschien nog even naar de kringloop vandaag. Because I love kringloop. Tweedehands. Alles. Dus dat wil ik misschien nog wel even doen vandaag. En dan kan ik jullie ook gewoon meenemen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ja. Have fun. En ik heb deze roze blouse aan en die wil ik ook aanhouden. Maar ik heb nu deze broek erbij aan, maar I'm not feeling it. Nee. Dus ik moet even kijken wat ik erbij wil doen. Wordt waarschijnlijk gewoon in jeans, maar ik vind het leven lastig en de struggles. En nee, grapje. Maar en dan moet ik nog even een outfit hebben voor morgen. Morgen ga ik naar Amsterdam met Olivier. Maar dus ik moet daar ook nog even een outfitje voor hebben. Dus ja, ik heb geen idee wat ik dan ook bijvoorbeeld morgen aan wil doen. Dus ik ben ook ondertussen mijn spullen aan het pakken. Ik heb ondertussen ook vrienden. Hartstikke fijn. En yes, dus dat is een beetje de situatie. Make-up heb ik gedaan. Heel simpel. Iets dus nieuw roze lip. Hartstikke fijn. Dus dat. En wat ik trouwens nog aan jullie wil laten zien. Ik heb hem heel leuk. Oh, ik heb een schuin dak hier. Stop. Maar ik heb hem heel leuk neergezet op mijn kamer. Maar voor degene die het nog niet wisten. Ik sta in de Girls. Dat is deze maand. En misschien als deze vlog online komt is hij niet meer verkrijgbaar. Maar echt hoe leuk. Met 2 foto's zijn hier op mijn kamer gemaakt trouwens. En dan met een leuk interviewtje erbij. En zo happy. Zo trots dat ik in de Girls mag staan. En gewoon, ja, helemaal top, helemaal leuk. Dus dat wou ik jullie nog even laten zien. Dus ik ga nu mijn spullen verder pakken. En, ja. Oh, wat ik... Waarom word ik gebeld? Wie de fuck is dit? Moment. Oké, ik werd dus heel hectisch gebeld. Want het is voor sollicitatiegesprek. Dus, want ik heb bij 2 dingen gesolliciteerd. Ik ga nog niet zeggen waar, blablabla. Bla, bla, maar, ik heb dus 2 sollicitatiegesprekken vrijdag. Top. Dus ja, eentje om 10 uur 's ochtends in Zwolle en dan eentje om 2:30 in Kampen. Dus nice. Ja, oké. Ja. Ha, oké. Ik moet. Ja. Ja. Ik heb dus echt totaal wat anders aan dan ik eerst aan had. En ik vond dit eigenlijk dus gewaagd. Ik denk dat heel veel mensen denken van, oei, but I like it. Gewoon een panzerprint colletje met deze blazer eroverheen. Met een ruitje. Gewoon mijn jeans en mijn Dr. Martens. Verder heb ik het wel simpel gehouden. Ik zal het even laten zien. Dus ja, I like it best wel eigenlijk, soort van. Dus ik ga dit gewoon proberen aan te houden vandaag. Because you never know met mij. En nu nog een outfitje voor morgen. Dus ik moet even kijken wat chill is. Ik denk ik wou mijn neongele body aandoen. Maar ik weet dus nog niet wat ik er verder bij aan wil. Oh, ik ga denk ik eerst gewoon even lunchen. Laat ik dat gewoon eerst even doen. Is misschien veel handiger. Even hormonen innemen moet ook gebeuren.
Ja, en voor de mensen die het willen weten. Ik moet mijn hormonen elke dag innemen en remmers. Dus remmers die stoppen de mannelijke puberteit, zeg maar, de mannelijke hormonen in mijn lichaam. En vrouwelijke hormonen maken natuurlijk vrouwelijke hormonen aan. Dus moet ik elke dag slikken. Het zijn gelukkig hele kleine pilletjes. Zoals je deze kan zien. En deze. En super klein, dus dat is gewoon super chill om in te nemen. Dus die moet ik elke dag innemen, gewoon mijn hele leven lang. Maar het is prima, want het is gewoon een soort routine, zeg maar. Gewoon dat je elke dag dat je ziet liggen en denk je, oh ja, even innemen, klaar. Dus, toppie. Kennen jullie dat? Dan zit je gewoon op Instagram te scrollen en nu gaat er weer zo'n superleuk fashion wijf in mij volgen. Dus ik ga haar ook terugvolgen, want she has a cute feed. Maar dan kijk je naar haar en dan denk je van, I need to step up my fashion game. Wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Maar dat je denkt, jij ziet er zo leuk uit. Ik wil dat nu ook aan, weet je wel. Ik moet er nu ook zo uitzien. En dan, maar dus zo werkt het helemaal niet. En je moet gewoon dragen waar jij die dag denkt van, yes, dat is leuk, weet je wel. Ook als het basic, ook als het too extra to live. Maar dus gewoon heerlijk. Maar ik heb dat dus nu ook en dan denk ik echt van, oh, oké. Okay. Weet je wel? En dat is echt kut eigenlijk. Waarom? Maar ja, hè? Ik weet helemaal niet waar ik heen moet met dit verhaal. Nee, maar weet je wat het is? Heel vaak heb je gewoon dat je mensen ziet dat je echt denkt, oh my god, she's cute. I wanna look like her, weet je wel, zo. Maar aan de andere kant moet je ook denken, I'm cute too. I look fabulous. Ik ga deze dag sleeën, ik ga deze dag rocken. Maar ja, het is lastig. Soms heb ik ook gewoon mijn down dagen. Soms heb ik dagen dat ik denk, oeh, girl, weet je wel. Maar ik ben wel inspiratie aan het opdoen voor mijn outfit van morgen. En misschien outfit van vanmiddag, want ik ga maar hoogstwaarschijnlijk wel weer omkleden. Maar nee, maar dat wou ik even zeggen. Goed verhaal dit ook, echt top. Ik zou zelfs niet zijn om mij toch niet te laten influencen door andere influencers. Dus ik heb me toch weer omgekleed. Ik heb dit neon truitje aan van de Bershka. Dit shirtje uit China van mijn niece gekregen. En love it. Is gewoon van zo'n marktje volgens mij. Maar het is het beste shirt ever. Gewoon nog steeds deze jeans en mijn Tommy sneakers. Want dat was beter voor de outfit die ik morgen in gedachten heb. En even grote Khloe Kardashian hoops in. Dus ja, dat. En dit laat ik nu ook aan. Ik ga nu lekker even naar de kring lopen. Heb ik even heel erg veel zin in. En dan ga ik mijn spullen alvast beneden klaarleggen, want de schoonmaakster is er nu ook, hoorde ik volgens mij. Dus ga ik ook beneden alvast spullen klaarleggen, want ze gaat even mijn kamer afstoffen, wat nogal nodig is. Yes! Dus dat. Nice, oké. Okay. Ik ga spullen even verder pakken, ik heb alles al gepakt. Ik heb alleen voor morgen dus 3 broeken mee, omdat ik niet wist welke broek ik aan wou. Is dat erg? Geen idee. Dus yes, ik ga nu even naar de kringloop en ik neem jullie uiteraard mee. Zo, ik ben in de kringloop aangekomen. Maar kijk even dit pareltje. Zo mooi. Maar ik heb echt al te veel blazers, dus ik mag dat echt niet doen. En ik heb ze allemaal oversized en dan mag er helemaal niet van delen. Kijk, en bijvoorbeeld dit vind ik ook grappig. Hoe leuk als je dit gewoon een beetje in je broek stopt, weet je wel. Ik kan het eerst even aanproberen. Gewoon even kijken hoe het is. Of dat je hem krop knipt of zo. I don't know. Maar ik zie best wel wat potentiële dingen. Maar ook dingen dat ik denk, ja, ik heb al wel zoiets. Oh, al die blazers. Maar even, deze blazer is wel echt prachtig. Een bruin met een zwarte streep. Geen combinatie die je heel vaak nog ziet. Maar ik moet het niet doen. Ik moet het echt niet doen. Want ik heb al zoveel blazers, dat is echt niet normaal. Mijn broeken zijn niet helemaal wat ik zoek. Dus ja, zo ben ik even lekker aan het rondstruinen. En ja, love it. Hier kan je me echt gelukkig mee maken. Echt heerlijk gewoon. Oké, nu als eerst deze aan. En nee, ik voel hem niet. Nou, weet je, het is leuk. En ik weet zeker dat er superveel meiden zijn die dit gaan rocken. Maar ik, het is net te wijd, te lang. En ik ga dit er dan toch niet bij pakken. Ik zie het wel voor me voor Instagram lookie, weet je, zo gewoon cute. Maar nee, ik ga dit niet rocken. Nee, helaas. Oké, nu heb ik echt het meest basic shirtje ever aan. Gewoon grijs.
Maar je moet even het colletje er onderweg denken. Maar het is een body, die ga ik niet helemaal uitdoen. Maar ik dacht, ik heb een paar rokken thuis, zeg maar, met prints. En ik ga over iets minder dan 2 weken op vakantie. Maar ik dacht, misschien is het dan gewoon chill als je zo'n ding erboven hebt. Maar ik ga het dan toch niet pakken. Nee, het is ook gewoon echt letterlijk zo'n basic van H&M, maar oké. I tried, but no. Kijk, dit vind ik te leuk met zo'n groene onderkant. Maar ik zie nu ook dat ze deze hebben. Maar deze vind ik ook zo tof. Zo prachtig. Oh, ze hebben er nog veel meer. Oh my god. Of zijn deze net anders? Nee, voor mij hetzelfde. Oh my god, hoe leuk is dit? Oeh. Inmiddels ben ik aangekomen op station. En ik heb, kunnen jullie het zien, hier mijn bagage. Het is helemaal top. En het laatste beeld dat ik heb laten zien zijn voor mij die glaasjes met dat groene onderkantje. Heb ik er 4 van meegenomen, want ze waren echt like 30 cent. En ik dacht, hoe leuk om die te hebben voor je uitzet of zo. Gewoon te leuk. Dus ja, dat. En nu ga ik lekker wachten. Nu moet ik nog iets van 9 minuten wachten op de trein. En dan gaan we naar Ali. Ik ben net. Ik stap echt net uit de trein. Aangekomen op Almere station. Op Centrum. En ik ga nu op weg naar beneden. Naar de parkeerplaats. Want als het goed is, staat Dero op mij te wachten. Super lief. Ik ga ook ophalen met de auto. Dus ja. En vanavond gaan we lekker bowlen. Met een hele groep. Dus dat is super gezellig. Ik heb er helemaal zin in. Dus ik hoop dat ik daar wat kan filmen. En dat het niet te ongemakkelijk is. Of dat die mensen dat niet goed vinden, zeg maar. Dus yes. Good morning, y'all. Het is vandaag donderdag 2 mei. Gisteren heb ik niet meer echt gevlogd. Gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Ik was gewoon heerlijk. Gewoon hier bij Deel wat lekker even toastjes gemaakt. Met allemaal beleg. En daarna heeft hij een lekker spaghetti voor hem gemaakt. En moesten we daarna eigenlijk heel snel weer door naar het bowlen. Dus ben ik gewoon ook mee de camera vergeten. Dus excuus daarvoor. Ik ga jullie vandaag wel weer gewoon proberen mee te nemen. Ik heb even lekker afvakbroodjes in de airfryer zitten. En dan ga ik even lekker aan tafel eten. Dus ik ga dan zo lekker even eten, klaarmaken. En dan moet ik om 1 uur in Amsterdam zijn. Dus rond iets over 12 uur weg. Zodat ik dan de bus kan hebben. Dus dat ga ik allemaal rustig uitzoeken. Ik heb Dylan moest er om 7:30 of zo uit. En ik ben er uiteindelijk ook zoiets uitgegaan. En toen nog even YouTube gekeken op bed. En nu nog weer even in slaap gevallen. En nu ga ik dus lekker gewoon ontbijten en zo. Dus dat. Yes. Dus ik ga lekker eten. En dan zie ik jullie als ik richting Amsterdam ga. Ik ben boe. Oh my god. Zo, ik heb hem klaargemaakt. Ik sta nu in de lift zoals je kan zien. En ik heb een super chille, comfy outfit aan. Want ik had gewoon geen zin in iets anders. Dus ik ga het gewoon lekker zo. Lekker staartje in. Dus ja, nu naar de bus toe. Zo, ik ben nu op Almere Centrum aangekomen. Ik ben echt veel te vroeg. Het is echt like bijna kwart over. En het gaat om 2:30. Maar oké. Ik heb even een koffie gehaald bij de kiosk. Want I need koffie gewoon in de ochtend. Dus vandaar. En nu moet ik dus heel even wachten. Maar het is heel raar. Want het regent. Het is totaal niet koud. Het is gewoon nog best wel lekker of zo qua temperatuur. Maar het is echt een beetje van dat rare benauwde weer. Maar oké. Dus even kijken hoe laat. Oh, dat kan ik hier niet zien. Hoe laat deze trein vertrekt. Geen idee. Goedemiddag. Ik ga lekker van mijn koffie genieten en even wachten op de trein. En dan zien jullie me in Amsterdam. Ik ben op Amsterdam Centraal, maar het is nog steeds zo gek om mezelf hier gewoon tussen te zien staan. Echt, what the fuck. Ik ga elke keer gewoon kijken of de girls er ligt. En natuurlijk ligt die er. En dit is trouwens de voorkant, die neongroene. Dus deze. En daar sta ik dus in. Maar ik wil gewoon even spieken, want het is gewoon te leuk. Oké, dit gaat niet goed. Oké, ik ga dus echt wel binnen wachten, want het is echt schijt weer en ik heb gewoon geen paraplu mee. Oh my god, I can't. Oh, wat naar. En even kijken, ik weet niet hoe laat het is. 58, oké. Oh, de 4 is hier ongeveer om. 4 over, zei die. Dus ik ga hier even binnen wachten, want het regent en I hate rain. Ik ga... Nee. Oh nee. Zo, ik ben alweer een hele tijd in Amsterdam met... Oh,
Miss Bangie, Miss Bangie. We zijn helemaal in de drag queen mood, want wij hadden het opeens over, oh my god, ik wil zo graag die en die ontmoeten. En nu blijkt dus fucking vanavond een hele show te zijn met geweldige drag queens. En wie hebben er geen kaartjes? Mij. Maar echt, we hebben even lekker geluncht bij de HEMA. En, maar ook, want oh, ik ga nu dood. Ik denk het wel. Oké. Maar we waren net bij, hoe heet het nou ook weer? Backstage. Bij Backstage. Cosmetics. Okr. We waren bij Backstage en oh my god, die winkel, ben je make-up obsessed? Ga erheen. Het is echt, heel veel drag queens komen er ook. Weer verteld door betrouwbare bronnen. Olivier. En dus nee, maar het is top. En ik, als ik geld heb, dan ga ik er echt heen. En dan je hebt er dus ook leeg. Ja, dan ben ik blut, want dan ben ik daar geweest. En ze hebben daar dus ook workshops van make-up studio. Voor €50, 2,5 uur. Heel chill. Dus Olivier en ik gaan waarschijnlijk even een dagje plannen. En dan gaan we dat even doen. Toch? Ik was even afgeleid. Ja. Maar we gaan dan even een dagje plannen en dan gaan we even een workshopje doen, misschien. En het is heel chill, want het is niet een speciale workshop, maar het is meer, je kan opgeven wat je zelf wat je dan zelf wil. Wil je leren contouren, ooglooks of zo. En dan gaan ze je dan leren. Dus echt super chill. Dus dat gaan we even onderzoeken. En nu zijn we op weg naar Leidsestraat, toch? Mackie. Naar Mac Cosmetics. Ja, niet Mac van McDonald's. Maar misschien stranden we daar ook nog. Misschien stranden we daar maar, ook. Maar nee, Mac Cosmetics in Leidsestraat. Want er is een nieuwe geopend en die wil ik even zien. Dus ja, want ik ga aan de slag als freelancer voor Mac Cosmetics. Dus ik moet even up-to-date blijven, weet je wel. Dus dan gaan we even heen. We hebben even een tussenstop gemaakt en een frietje gehaald. En dat is dus hier. En dit schijnt dus een van de beste patatzaken te zijn. Hoor ik altijd bij mensen op vlogs en zo. Dat is er heen gaan, dus wij zijn ook maar in de rij gestaan. Is het lekker? Ik heb nog geen een gegeten. Oké, okay, duidelijk. Dus nu gaan we even van onze friet genieten. En daarna weer verder stad in, denk ik, hè? Dat is een goed plan, ja. En we wou nog even naar Primark, want ik zag dus net een vrouw met een hele toffe rok. En ik denk dat ze zoiets ook al bij Primark hebben, dus ik wil kijken. Ja. Terug naar Primark. Oh my god, mensen. Oké. Okay. Like, this is the stuff you from sleeping and functioning, huh? Zo, de zon schijnt! Zo lekker. We zitten nu lekker, even hier, steeds Olivier hier. We zitten nu bij Starbucks, we wachten heel even hier op deel. Ik heb lekker een frappuccino vanille cream. Take to Olivier. En we wachten nu even op deel, want die is nu klaar met werk, dus die is onderweg. En wil je het even overnemen? Camera takeover. Camera takeover. Take your frappuccino with you in the sun and it's really much better. Proost! Proost! Ik kan niet met jou. Oké, we zijn dus aan het wachten op deel. Dat is de update. Ja, verder hebben we niet heel veel spannende dingen gedaan, hè? Nee, ik dacht je Amsterdam heerlijk. Gewoon lekker shoppen. Gewoon lekker door de stad. Gewoon, ik shine zo erg. Dat is niet normaal. Oh, ik weet ook niet eens of je onze hoort. Maar oké, doei. Kijk eens wie er ook is. Dille. Ik heb het al de hele tijd over je in de vlog, maar ze hebben je nog niet gezien. Sorry? Ik heb het al de hele tijd over je in de vlog, maar ze hebben je nog niet gezien. Echt zo cynical. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Gisteren was ik vanuit Amsterdam met de trein gegaan en het was zo'n hectische treinreis. Oh my god. En ik was laat thuis en ik moest allemaal dingen regelen. Dus toen heb ik niet meer gevlogd. Maar vandaag ben ik er weer. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb mijn make-up en zo gedaan. Ik heb ook wimpers op, maar mijn pony is eigenlijk net te lang ervoor. Dus ik zit een beetje deze zo. Maar oké, okay, I need to deal with it. Ik heb dus aangekleed, make-up gedaan. Haar is weer netjes. En ik ga zo meteen op weg naar Zwolle. Ik heb vandaag 2 sollicitatiegesprekken, dus dat is echt heel erg spannend. Dus ja, ik ga jullie gewoon meenemen. Ik ga niet vertellen waar ik ga solliciteren, weet je, stel ik word aangenomen of iets of ik werk er al. Dan weet je waar het voor is, waar het voor was. Dus dan ga ik pas laten weten, maar ik ga jullie vandaag wel gewoon meenemen. Het is vet mooi zonnig weer buiten, zoals ik nu kan zien, zeg maar. Ik ben nog niet buiten geweest, maar oké. En het is nu 8:22, dus 8:22. Logisch. En dan moet ik rond 9:50 weg. Dus ik heb nog heel eventjes, al mijn spullen zijn al gepakt. Dus
Yes! Dan ga ik al weg naar Zwolle. Ik vind het altijd wel spannend. Maar sollicitaties zijn altijd spannend. Maar aan de andere kant ga ik er ook weer in van... Ja, gewoon gezellig, gesprekje, weet je dat, dit en dat. En ja, we shall see. Ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Dus, ik ga even naar beneden. Misschien nog snel een kopje koffie drinken. Zo, ik ben in Zwolle aangekomen. En het is nu 9:15. En ik heb om 10:00 eerst gesprek. Ik vind het mooi op tijd. En dus ik ga even kijken of ik gewoon nu van een winkel inloop of zo. Of in ieder geval even een beetje de tijd verdoen. En om 2:30 moet ik in Kampen zijn. En dan moet ik dan nog met de trein heen. Dus dat is prima, mooie tijd. En dan kan ik na het eerste gesprek nog even wat lunchen. En dan op weg naar Kampen. Dus dat is wel chill. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. En nu ben ik ook helemaal niet meer zenuwachtig. Ik heb er meer gewoon echt zin in. Dus dat is echt super fijn. Dus ik ga even kijken welke winkel ik in ga lopen. En ik denk dat jullie mij terugzien na het eerste gesprek. Kijk eens hoe mooi deze lipstift is. Is van MAC. En ik was even bij Sas langs geweest. En ik moest hem even voor de promoten op Instagram. Dus ik heb hem ook lekker opgehouden. Het is dan een nieuwe Get Blaze collectie van MAC. En het is zo pretty. Oh my god. En ik durf alleen even niet te zeggen welke naam het is. Moment, ik moet even checken. Want ik heb het wel in mijn Insta-story gezet. Maar dat was een lastige naam. Commotion Motion is de naam. Dus wil je hem even zien in het echt? Zo pretty. En ik heb net ook echt gewoon een stuk pizza gegeten bij... Waar heb ik nou gegeten? Bakwerk, Zwolle. En hij zit er gewoon nog steeds super mooi op met glitters. Dus ik ben helemaal enthousiast. Ik loop nu weer naar het station. En dan ga ik met de trein naar Kampen toe. Ik loop lekker midden op de weg, dus stop. En ja, dus ga ik even toe Kampen. Dus ik heb echt, nou, 3 kwartier bij Bakwerk gezeten, denk ik. En die was aan het werk, dus dat is gezellig. Een dennetje van moi. Dus ja, op weg naar het trein. Een pony is echt heel leuk, maar niet als er wind staat. Maar oké, ik ben in Kampen aangekomen. En ik ben hier dus echt letterlijk volgens mij nog nooit geweest. Terwijl het best wel dicht bij Delft is, maar I don't know. Dus ik ben benieuwd. Ik moest even kijken waar ik heen moet. Maar ik moet nu over een super grote brug heen lopen. En dan ben ik in het centrum. Maar het is hier wel mooi hoor. Dat moet ik je eerlijk toegeven. En ook echt, ze hebben van die hele erg leuke, veel oude pandjes. Aan de ene kant denk ik, ik wil nu een Instagram foto hebben, maar ik heb niemand bij me die die kan maken. En zelf maken wordt dan ook een beetje lastig. Maar ze hebben hier echt hele leuke huisjes. Dus misschien dat ik hier wel een keer terug ga komen om een keer een Insta fotootje maken of zo. Maar die opties houden wij open. Ik loop weer terug naar het station. Ik ben aangekomen bij het station. En dan ga ik weer lekker naar Zwolle toe. Maar Kampen is echt wel een hele leuke stad. Oprecht. Ik wil er echt gewoon... Ik heb al... shit, licht. Ik heb al met Deel geappt. En we gaan er binnenkort waarschijnlijk even heen. Echt leuk. Dus... En het was a good day. Ja, dus... Ik hoor er later allemaal meer over. Het is helemaal fijn. En aan de ene kant is het best wel fris, maar aan de andere kant is het weer heel erg warm. Oké. Ik had even lekker ijskoffie gedronken bij de Hema. Omdat ik even moest wachten. Maar dat is prima. Dat is helemaal toppie. Helemaal fijn. Nou, ik ga weer lekker treinen naar Zwolle toe. Jee. Dag. Wat is dit, jongens? Echt deze wind. I can't. Oh, ik zie eruit, jongens. Ik heb het ook warm. Oh my god. Yes. Dus, dat. Het leven. Hoe gaat het? Top. In ieder geval, ik ben weer thuis. Ik ben weer Dolph City. Oh my god. En, ik heb honger. Story of my life. Er is ook echt niemand thuis. Beetje gek. En, er staat zoveel wind. Dat is echt gewoon niet grappig meer.
Dus ik moest trappen en ik had deze blazer aan en een body en een jas. En het is kat warm. Dat wil ik even zeggen. Goed verhaal ook dit. Goedemorgen. Het is zaterdag. Welke mei? 4 mei. Yes. En vandaag zit ik 2 jaar aan de hormonen. Ja! Het gaat zo snel, de tijd is echt niet normaal. Ik heb 2 jaar geleden, 2017, 4 mei, heb ik mogen beginnen met hormonen. Dus dat is nu alweer 2 jaar geleden. Echt, holy shit. Niet normaal. Dus ik heb even een leuk selfie op Instagram geplaatst met die tekst eronder. I'm 2 years on hormones. Dus dat. Hartstikke leuk. Ik ben nu mijn tas aan het inpakken, want gisteren heb ik dat niet meer gedaan. Ik was alleen maar YouTube aan het kijken en ik ben helemaal vergeten om tassen zo in te pakken. Dus ik ben nu even aan het kijken. En op morgen ga ik dus helpen op een bevrijdingsfestival. Ik weet niet of dat het vertelt. In Almere. Dus ik heb even goede sokken meegenomen. Ik heb gewoon deze jeans die ik aandoe. Dus die heb ik nu ook al aan. Scheelt weer een broek meenemen. En even een goede, lekkere, fijne trui. Dat moet ik meenemen. Top. Nice. Ja. Dat was het eigenlijk wel. En ik moet nog wat dingetjes meenemen. Zoals elastiekjes. Want stel, ik wil mijn haar in een knot hebben. Dan moet dat kunnen natuurlijk. Even olie. Een droge meid, hè. Ja. Oké, ik ga verder spullen pakken. Want dit werkt zo. Deze. Nee. Zo, ik zit hier in de trein en het was zo'n rare dag. Gewoon het laatste dagje en ik ga echt mijn schatjes missen. En ik heb chocola gekregen, ik vind je lief. En nog een heel ander leuk tasje. Nee, dat is ook veel. Echt, hoe cute. Echt, dank je lieverd. Gelukkig maar. En ja, het zit erop bij Emma en het is echt wel gek of zo. Ik ga gewoon echt mijn girls missen, dat vind ik echt jammer. En nu ga ik wel die chocoladereepen opeten, want ik heb honger. En ik zit in de trein naar Almere, dus het is helemaal top. Kom ik om 7:30 aan, dus helemaal prima. Kom zo thuis. Dus, top. Nou, je ziet me weer in Almere. Ik wil je wel chillen. Goedemorgen, we zijn in Almere. Op vrijdagfestival waren net backstage en nu moet worden naar onze kamer gebracht. Super leuk, gewoon hier is het hoofdpodium waar echt van allerlei artiesten gaan optreden. En nu zijn we dus bij onze kraam. Volgens mij aangekomen is helemaal top. Yes. Ik heb er zin in. We gaan een gezellige dagje maken. Ik ben in België met vrienden voor een show. Op een koppel 2019, let's go! Ik wil wat jappen, maar er is geen domino's. Ik wil even wat lachen, dus ik kijk wat Cody Go. Ik sta op 1 been. Ik dans, 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 dans de